Jij kon als klein jongen wel goed melken. Jij kon goed melken? Ja, ik kon goed melken. Ik woonde later naast een boerderij. En toen had je al elektrisch melken. Dat kwam er net in. Maar dan moest je die koeien voormelken. Ja. Dus dan ging ik altijd de koeien voormelken. En dan sloten we ze aan. Maar het is een techniek, is dat toch? Ja, je moet het even in de vingers hebben. Je moet niet zo trekken. Je moet niet masturberen, nee. Nee? Het is meer met gevoel. Ja, ja, met gevoel. Ja, zo? Ja, en daar heb ik later veel praktijk gehad. Ja, je bent sowieso je bent een amoureus mannetje geweest als je erover nadenkt, toch? Is wel, wel even geleden, ja. Hoor. Maar wat is nou de gekste plaats waar je het ooit hebt gedaan? Ja. Neem je dat weet ik niet, maar het meeste heb ik moeten lachen... Ja? Toen ik met een speler, die heette Henk Ebbingen... die speelde met mij bij Veendam. Ja, en... Dit vindt Henk leuk. Ja, ik wil zeggen. Goed dat je de naam vindt Henk niet leuk, maar Henk is overleden. Maar Henk speelde later bij Groningen... en wij maakten een tour door Engeland... En we speelden tegen Bristol City. En we lagen daar in een hotel. En er waren twee dames mee naar de kamer gegaan. En net toen het moest gebeuren, wordt Henk gebeld. En zijn vrouw, doorverbonden van beneden, zijn vrouw. Ja. En Henk die zegt tegen zijn vrouw... Ja, het komt nou wat slecht uit, want ik word net gepijpt. En ik hoorde haar lachen. Die Henk. Maar dat was waar. Zij moesten zo hard om lachen. Zij nog veel plezier, Henk. Maak een mooi einde aan. Ja, dat zijn wel de betere, ja. Ja. Ja, ik durf het bij jou niet te vragen, Job. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik zat naar Lang Leven de Liefde kijken. Althans, ik keek er niet naar, maar ik begreep dat het daar ook over ging. Wat is jouw gekste plekje waar jij het ooit gedaan hebt dan? In een bus. Oké. Okay. Vraag maar Aantje. In het Oostvoordersmeer. In de keuken, in de gang. Beneden in de kelder. Tussen de kelderbox. Oké. Okay. Ja, met, ja. Tussen de bramen. Ja, mijn gekste plekje, schatzalma. Ik heb er zoveel. Kinderboerderij. Bovenop het biljart. Had je er wel een goede ballen vast? In een goede keuken vast. In een goede, in een volle zaal. In een volle kroeg. In een volle kroeg? Ja. Boven op Staatspoort, iedereen kon me horen natuurlijk. Ik zei, ah, Sine, gaat goed? Ik zei, ja, jong. Oh. Ja, kijk, die lach die gozer. Maar dit wordt gewoon allemaal uitgezonden. Ja, maar ook steeds dat gesmeek van of hij, al die hijs, bij haar in bed kan. En er zijn van die types die zeggen nee. Er zijn van die gasten die blijven dan aanhouden, hè. Kijk, als ze tegen mij zeggen, je mag niet in bed slapen... zeg ik, nou, goedemiddag, dan zoek ik liever een andere gek... die op de bank gaat liggen. Ja.